Het boek De Rivier is geschreven door Willem van Toren. En die is geboren op de Bosjesweg hier in de buurt. Mercatorplein, Hoofdweg, Bosjesweg. En hij zat op de school in de Orteliusstraat. En het volgende fragment wat ik voor ga lezen, kijkt hij uit het raam van zijn klas en ziet het volgende. Ik kijk uit het raam van onze klas over de speelplaats naar de achterkant van de huizen in de Van Spilbergstraat. Kale balkons met vuilnisbakken en waslijnen en keukenramen met groezelige gordijnen. Voor zo'n keukenraam op de hoogste verdieping, vlak onder het platte dak, stond een man zich te scheren. Hij was in zijn onderhemd, zijn gezicht half ingezeept en hij had magere witte armen. Ik had hem vaak gezien. Kennelijk stond hij pas op als wij op school zaten. Op een keer had ik Bertus aangestoten en toen we allebei naar hem zaten te kijken, had hij gezwaaid. Ineens was de lucht vol zware dreunen. Zware dreunen van vliegtuigen. Dat was vreemd. Er was geen luchtalarm geweest. We waren niet onder de banken gekropen of naar de kelder gegaan. Er was ook geen Duits afweer geschud. Voedselpakketten, fluisterde Bertus. Dit gaat dus over de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. En dat vind ik eigenlijk het mooie. Dit hele boek springt een beetje van heden naar verleden. Het is eigenlijk al 20 jaar oud, het boek. Maar het gaat dus over de Tweede Wereldoorlog in deze buurt. En de rivier, dat is de streek waar zijn vader en moeder, oma en opa vandaan komen. En waar hij dus allemaal naar terug verwijst. Ik raad het aan. Een boek van 20 jaar.